Ali B ontkent de beschuldigingen van verkrachting door Naomi, terwijl ze in bed lag met Ronnie Flex, maar erkent wel dat er een incident heeft plaatsgevonden. Hij bidt in die kamer. Naomi beweert dat Ali B tijdens een schrijverskamp binnenkwam en zijn vingers in haar stak terwijl zij met Ronnie Flex het bed deelde. Hoewel Ronnie Flex deze details niet heeft bevestigd, verwijst hij wel naar een ackefietje toen Ali B de kamer binnenkwam. Rapper Bokusam heeft ook zijn getuigenis afgelegd en verklaard dat hij Ali B. samen met Naomi naar boven zag gaan. Na het voorval sprak Bokusam met Naomi, die boos was omdat Ali B. haar zou hebben weggestuurd en iets ongewenst zou hebben gedaan. Ali B. ontkent de aantijgingen van misbruik en zijn advocaat, Bart Zwier, benadrukt dat Naomi inconsistente verklaringen heeft afgelegd en kampt met ernstige psychiatrische problemen. Zwier benadrukt echter dat er wel een incident plaatsvond, omdat Naomi en Ronnie Flex op dat moment in Ali B's kamer waren. Volgens Zwier was Ali B vooral boos omdat zijn bed, dat hij ook gebruikt om te bidden, werd gebruikt door Ronnie Flex en Naomi. Dan wil je geen sperma van een andere man in je bed vinden, al dus de advocaat. Deze uitspraak heeft voor veel verontwaardiging gezorgd bij het publiek. Velen vinden het hypocriet dat Ali B zijn bed beschouwt als een heilige plek vanwege zijn gebeden, terwijl hij zelf moreel verwerpelijk gedrag vertoont. Op sociale media zijn de reacties scherp: Wilma schrijft op X, dus als hij zelf in dat bed overspel pleegt, is dat geen probleem voor zijn gebed? Mary voegt daaraan toe, uw haar gezicht met vreugde tranen. De kamer waarin hij bidt dat zijn seksuele escapades niet worden ontdekt. Een andere gebruiker, Kiki, merkt op. Hij had toch drugs en drank gebruikt en twee andere vrouwen daar gedaan? Ineens bidt hij er. Jij rijdt nadenkend gezicht. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, noemt de situatie cynisch, showbiz in Nederland. Vlek op vlek. Rob noemt het hypocriet. En hoe staat deze vrome biddende man tegenover veelvuldig overspel plegen? Bianca concludeert: Ach ja, maar twintig jaar je vrouw ontrouw, zij mag gelukkig wel van je geloof. Kortom. Het vermeende incident en de reacties van Ali B hebben geleid tot een storm van kritiek en verbijstering bij het publiek, waarbij velen de integriteit en moraal van de rapper in twijfel trekken.